We beginnen met stretchen van de huid. En je zet dan je hele hand zet je op de huid neer. En dan draai je eigenlijk je polsen uit elkaar, zodat de huid eronder een beetje uit elkaar getrokken wordt. En dat doe je op de hele rug, maar je hoeft niet meerdere keren over dezelfde huid. Dus als je maar gewoon de hele rug één keer bijlangs gaat. En daarna gaan we het kneden van de huid. En dat noemen we eigenlijk kneden met een grote hand. Dus je zet je hele hand leg je neer. En de huid onder je handen, daar maak je gewoon even een rol van. En dan voel je of de klant erg gespannen is. En of de huid heel los zit. En hierna ga je afstrijken. En dat is ervoor om even de spanning van de klant er even af te strijken. Hierna ga je kijken of de klant een beetje losjes in zijn vel zit. Dan ga je de armen pakken. En je legt de handen leg je in de nek. En dan probeer je een beetje te stretchen hoe ver de klant kan gaan. En hiermee test je een beetje hoe de gewrichten, hoe stijf de gewrichten zijn van de klant. Dan laat je de armen hangen. Eén hand op de schouder bij het kogelgewricht. En de andere hand die trekt de arm naar achteren. Zo ver als kan en ook daarin stretch je een beetje. Dan leg je de handen weer terug op de bank en dan begin je met het knijpen van de grote hand. Maar dit mag echt wel een massagegreep zijn, dus dit moet niet echt precies hetzelfde zijn als de opwarmgreep. Hiermee mag je echt wel een massagegreep uitvoeren. Je neemt ook de arm en de hand mee, dus het hele bovenlichaam. En je gaat van schouder weer naar schouder en dan neem je weer de volgende arm mee. En als je dan bij de hand aankomt, blijf je aan de voorkant van de stoel staan. Dan leg je je duimen op elkaar en dan ga je de Dumo-meridiaan ga je bewerken. Helemaal van mid voorhoofd tot mid achterkant. Probeer één voet voor en één voet achter te zetten, zodat je je hele lichaamsgewicht erop kan leunen. En dan ga je de monnikskapspier masseren. En terwijl je de monnikskapspier masseert, moet je weer richting de achterkant, maar je mag de klant niet loslaten. Dan masseer je eventjes door. De waaier, de armen plaatsen en dan de waaier. Dan ga je het kuiltje waar de brede rugspier en de monnikskapspier samenkomt, die ga je even goed voelen. Dan zet je je elleboog erin en dan ga je daarin draaien. Dus eerst even aftasten waar je moet zijn en dan plaats je de elleboog op de juiste plek. Hierna komt de taputeman van de hele bovenkant om een beetje het afsluiten van je bovenlichaam. En na het kloppen ga je weer afstrijken. Nou gaan we naar de onderrug. En dat doen we door middel van 7 punten binnenlijn en 7 punten bovenlijn. De binnenlijn is langs de wervelkolom. Met twee handen. En ga je 4 punten doen aan beide zijden. Dus 1, 2, 3, 4. Nou zet je je handen op elkaar op het heiligbeen. Je moet lager hoor, echt het heiligbeen. Ja, daar.
En dan mag je helemaal met je lichaam erop leunen en dan mag je lekker draaien, net als dat je de klant wiegt. Dan strijk je heel ontspannen helemaal naar boven. En nu gaan we nog even kloppen en strijken. En dan pakken we de handen straks weer op van de klant. En dan til je de klant op en dan probeer je aan de polsgewrichten de klant een beetje omhoog te stretchen. En doordat ze rechtop zit, wordt ze ook weer wakker. En kan ze straks haar t-shirt uitdoen om plaats te nemen op de hot stone bank.